In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Abonneer je op ons kanaal en laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Davy. Hij doet aan visten. Het bevredigen van jezelf of een ander door het volledig inbrengen van de hand. Box of high five? High five. Tot de elleboog of tot de schouder? Tot de elleboog. Spuug of glijmiddel? Glijmiddel. Piemel of vuist? Vuist. 1 of 2 handen? 1. We gaan er gelijk hard in en diep in. Okay. Maar ja, daar hou jij misschien wel van, hè? Tot hoever kan iemand bij jou in je anus? Dat hangt er natuurlijk vanaf hoe groot dat die handen van die persoon zijn. Oh ja. Okay, wat denk je bij mijn arm? Maar ik doe eens zo met je hand. Ja, we kunnen toch wel tot hier geraken, hoor. Tot hier, ja? Ja, als we echt onze tijd nemen en ja, we zijn wel een uurtje bezig, dan raak ik misschien wel tot uw elleboog. Kijk. Wat dan het beste werkt is, als je zo met je hand omhoog gaat en dan ga ik er gewoon op zakken en dan kan ik op hetzelfde tempo bepalen en... Ja, uiteindelijk. Het is mij recent ook voor de tweede keer gelukt om er echt op te gaan zitten. Hartstikke dus echt idee. De bodem te raken. En hoe lang doe je daar dan over? Ja, om echt tot hier te geraken, dan zijn we echt wel 40 minuten bezig. Word jij eigenlijk alleen maar gevist of vist jij zelf soms ook wel eens iemand anders? Ik vis zelf ook andere mensen. Oh. En ja. Ik ben eigenlijk best een goede vister, als ik het mag zeggen. Ja, want ik dus je bent in beide goed. Ik weet echt wel wat ik moet doen en hoe ik voorkom dat ik mensen pijn doe. En ja, hoe ik kan proberen om het van binnenuit wat te openen en dieper te geraken. Als we even een stapje terug gaan. Hoe ben je überhaupt op dat punt van visten gekomen? Het begon allemaal toen ik... ik denk dat ik 14 jaar was. En ik was in mijn slaapkamer en ik was een beetje geil en ik verveelde mij. En ik had uit de badkamer zo een flesje massageolie gestolen. En ik gebruikte dan de massageolie in het flesje als glijmiddel en ik gebruikte het flesje als speeltje. En wat ik dan heel leuk vond was, als ik dat flesje eruit trok, dat ik dan zo open stond. Oh ja, en dan keek ik graag in de spiegel. Age. Ja, dus dat was echt zo, dat was maar zoveel, hè. Maar ik vond dat echt ik vond dat heel fascinerend en ik kikte er eigenlijk wel op. Maar goed, tijd gaat dus, tijd verloopt en dat flesje ging er na een paar weken wel redelijk makkelijk in. En dan was het lijkt tijd voor een upgrade en dan ben ik... Had ik, je hebt zo van die 0,25 centiliter flesjes van frisdrank. Ik weet nog de eerste keer dat ik dat erin kreeg, in de badkamer. En dat was ik echt wel... Dat voelde echt enorm groot. En dat was zo echt zo'n een stretchgevoel. En ik was echt helemaal in extase, want dat voelde echt lekker. Maar het was heel intens, dus ik kon het er ook maar een paar seconden inhouden. Ja. Vanaf dat punt kan ik eigenlijk wel zeggen dat ik snel vooruitgang maakte. Het was een paar maanden later al dat ik dan in één keer een halve liter flesje erin kreeg. Zo. Maar je had dus wel gewoon gelijk dat gevoel dat je dacht, dat stretcherige gevoel, dat vind ik echt lekker. Ja, ja, maar het probleem is, na een tijd heb je dat gevoel niet meer. En dan moet je dus groter gaan om hetzelfde gevoel te krijgen. En ja, het enige wat groter was, dat een goede vorm had, was dan nog eens een groter flesje. En dan was ik 15 tegen dat ik die halve liter flesjes erin kreeg. En dat ik mezelf ook kon visten. Visten is echt met een vuist. Ja, visten is dus met je handen. En de vorm die je daarmee aanneemt, maakt niet zoveel uit. En wat was dan het moment waarbij er bij jou voor het eerst, zeg maar, een hand in kon? Dat was je eigen hand? Ja, mijn eigen hand. Maar wat dacht je toen het die eerste keer lukte? Dacht je niet, oh my god, het is eindelijk gelukt om gewoon een hand erin te krijgen? Ik was eigenlijk vooral verbaasd over over het gevoel. Want het voelde zo nat en warm en zacht overal. En ik was zo van, wow, dit is wel fijn. En ik kan echt zo... Ja, voelen hoe... Want als je jezelf vingert, is dat totaal niet hetzelfde als wanneer je echt volledig omsloten bent en echt een beetje dieper kan voelen ook. Dat is echt nog anders. Dus ik was wel onder de indruk van de sensatie, niet per se in mijn anus, maar in mijn hand. Ja, en hoe ging dat toen een beetje vanaf dat punt verder? Ja, als ik echt weet dat ik vooruitgang wil maken, dan weet ik dat ik dus er wel een dagelijkse gewoonte van moet maken. Want het is een beetje als topsport.
Als je er een tijdje mee kapt of als je niet vaak genoeg traint, dan maak je niet echt vooruitgang. Had je dan een soort van punt bedacht van daar wil ik naartoe? Of je dacht gewoon, we zien wel waar het schip strandt? Ik zag gewoon wat andere mensen op het internet konden. En ik zag die wel een beetje als voorbeeld. Als ik dan... Ja, er waren echt, ik zag echt mensen zo'n dildo's, paardendildo's nemen en zo. En gewoon perfect. En allee, armen er tot hier of tot hierin gaan. En ik dacht, wauw, dat is echt fascinerend. Zo cool, ik wil dat ook kunnen. Die maken, ja. Die laten het zo makkelijk lijken. Ja. En ja, ik wist, allee, ik was echt... Van jongs af aan had ik wel al een vooruitzicht. Ik had wel een doel. Ja. Wat is jouw techniek om iemand te kunnen visten? Stap 1. Knip je nagels. En velzen. Dat is een, ook veilen, ja. Ja, ja, ja. En dan glijmiddel? Heel veel. Je kan eigenlijk niet te veel gebruiken. Wat echt wel ook een goed idee is, is om een beetje glijmiddel in je bottom te doen. En dan is het een combinatie van bewegingen maken. Want niet gewoon naar voren, naar binnen en naar buiten, maar echt een beetje ook draaibewegingen. Ik zou ook proberen om er zo snel mogelijk... zoveel mogelijk vingers in te krijgen. Die gaat pas ontspannen wanneer je er een derde of een vierde vinger bij doet en een beetje dieper geraakt. En dan gaat dat wat beginnen opgeven eigenlijk. En hoe lang heb je daar dan voor nodig, denk je? Is dat een kwartiertje of 20 minuten voordat je met je zo naar je knokkels toe werkt? Bij de meeste mensen, ook al zijn die onervaren, merk ik wel dat, dat ik binnen het kwartier met vier vingers wel aan de knokkels kan geraken, hoor. Mm-hmm. Of daar zelfs voorbij. Het grootste probleem is echt, als je dan die duim er wilt bijsteken en God, ja. Dit deel en zo moet er allemaal in, dat is wel voor de meeste mensen het probleem. Kan je eens uitleggen hoe het na de kringspier werkt? Dus stel, je bent binnen. Hoe gaat het daar? Stel je voor, je hebt een lange sok. Ja. En die is zo wat in elkaar gekronkeld en je moet er dan zo... ingaan. Ja. Maar dan, je kunt niet gewoon rechtdoor, want dan kom je tegen een van de hoeken en allee, kantjes en je moet zo wat, eigenlijk dat kleine gaatje dat er nog is, je moet dat zoeken. Maar soms vind je dat gewoon niet. Soms is dat heel ingewikkeld, soms is dat echt een rare bocht, soms is het gewoon te strak. Wat je dan kan doen, is je bottom van positie veranderen. Wat heel goed werkt, is dan als ze met hun hoofd naar beneden liggen, op hun knieën en dan hun gat omhoog. En als je dan je vingers erin steekt en je maakt een kleine opening, dan ga je zien dat het vacuüm wordt doorbroken. Oh. En alles vult met lucht en dat hele ding komt open te staan van binnen. Wow. Ja, dat werkt supergoed. Want ja, dan in één dat keer is een lekker je... moment, dat ja. Denk ik, of niet? Ja, maar dat is leuk, dat is grappig. En dan heb je ook ineens een overzicht van, ah ja, ik voel nu waar ik naartoe moet. De richting. Zoveel, ja, gewoon richting. Rechtdoor en eventueel, als je dan op de muur op het einde komt, voelen van, wat moet ik nu doen? Want hoe zorg je er eigenlijk voor dat het allemaal schoon is, ook? Voor fisting heb je dus echt wel een diepe spoeling nodig. Voor gewone anale seks zou je enkel het begin van je rectum moeten uitspoelen. En dat kan op een paar minuten gedaan zijn. Maar ja, voor fisting, omdat je zo diep en zo lang bezig bent, is het wel de bedoeling dat je hele endeldarm gespoeld raakt. Mm-hmm. Wat veel mensen doen is... hoe noem je dat nu? Een spoelkop? De douchekop? Ja, een douchekop. Allee, ja. Of alleszins... Ja, ja, de douchekop houden er vanaf en het slangetje, zeg ja, je er tegenaan. Ja, dus de douchekop halen ze eraf en het slangetje of een draaistuk erop stoppen ze dan in hun kont en dan laten ze het opvullen met water. En dan gebruiken ze vaak redelijk veel water, want het moet opvullen tot boven. En dan gaan ze het eruit duwen. Ja, dan poep je dat gewoon weer uit. Ja, en dat herhaal je tot het proper is. Maar en het is niet zo dat je bijvoorbeeld op je voeding let of zo, dus dat je... Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Dus dat maakt voor heel veel mensen heel veel uit. Ik ken mensen die zeggen, ja, als ik naar een vistingfeestje ga gaan, dan ga ik de dag op voorhand niks eten. Persoonlijk ben ik daar geen fan van, want dan verhonger ik echt. Ja. Maar wat ik wel merk bij mezelf is, als ik bijvoorbeeld veel cornflakes eet, dat ik dan echt een goede stoelgang heb en dat het gemakkelijk is om gespoeld te raken. Ja. Maar wanneer ik bijvoorbeeld te veel pizza en frietjes eet... Dan krijg je allemaal derrie. Ja, dan, kan het echt heel moeilijk zijn om gespoeld te raken. En soms lukt het gewoon helemaal niet. Dus je moet er wel een beetje mee bezig zijn. Kan je zelf ook klaarkomen van gevist worden? Ik zelf niet. Ik ken mensen die dat wel kunnen. Maar die dus klaarkomen zonder dat ze eigenlijk aan hun lul wordt gezeten? Ja, wat er wel is, is... ik heb soms wel een soort van orgasmes...
dat noemen we dan anal orgasms, maar het is niet hetzelfde als een ejaculatie. Dus wat er dan gebeurt is, als mensen heel, heel ruig beginnen gaan en heel snel, dat heel mijn lichaam begint op te spannen. De spieren in mijn gezicht ook, dan trek ik echt zo een rare smoel eigenlijk. En dan heb ik heel veel genot van. Maar meestal ben ik eigenlijk totaal niet met mijn penis bezig wanneer ik gefist word. Hoe goed kan je op iemands inschattingsvermogen afgaan? Weet je, als die ander de hele tijd zegt, nee, ga maar dieper. Terwijl, ja, hoe weet jij of diegene dat wel echt aan kan? Ja, dat is ook weer het verschil tussen het rekt en het doet pijn. Ja. Sommige mensen, zeker als ze iets van drugs op hebben gedaan, die bijvoorbeeld verdovend zijn, zoals ketamine of zo, dan voel je de pijn niet zo snel niet meer. En dan maak ik me wel zorgen dat het misschien... Dat ze het eigenlijk misschien niet meer kunnen inschatten of niet meer zo goed kunnen inschatten. Want ik zit ook nog te denken, dat heet prolapse volgens mij, toch? Dus dat je echt zo je... Ja, wat doe je dan eigenlijk? Dus een prolapse is wanneer je je darm naar buiten duwt. Ja. Dus dan vouwt hij eigenlijk binnenstebuiten. Ja, dus je darm gaat van binnen zo vloep naar buiten. Ja, inderdaad. Kan jij dat? Ja, ik kan dat. Oh. Hier moet ik even bij komen, want ja. Ik vind het altijd wel pittig om te zien, hoor. Ja, het is best confronterend. Ineens kan je hem eruit duwen. Ja, kan ik gewoon. Zou je dat nu ook kunnen? Of dat kan alleen als het heel erg met je gespeeld is? Nee, ik kan dat op elk moment, wanneer ik dat wil. In de fisting community wordt dat wel gezien als een goede feature, als een talent. En dat doe je dan gewoon soms ineens als een soort van geheimpje, doe je ineens zo, poep, doe je hem eruit. Meestal, ik lig dan op mijn rug en dan zijn ze met me bezig en dan zeg ik gewoon, ja, oké, snijder. En dan zeg ik, oké, en nu keihard uw arm eruit trekken en dan duw ik mee en dan, wow. En dan zijn ze zo van, ja. En dan zeg ik voor de grap zo van, en nu er een keer op slaan, zo. Oh. Een keer er goed over wrijven. Oh ja? Ja, is leuk. Ja, want wat doe je er dan allemaal mee? Ja. Beetje mee spelen. Ja, een beetje mee spelen, een keer op tikken. Sommige mensen willen dat ook wel likken. Ja. En is het niet gevoelig als dat binnenkantje nee, van je Nee, voelt na niks. God. Dat is eigenlijk een stuk waar ik geen zenuwen heb, denk ik. Ik voel daar niks van. En kan je dan ook nog zelfs in je prolapse geneukt worden? Ja, maar dan moet ik wel heel hard naar buiten blijven duwen, want anders duwen ze hem gewoon naar binnen. Oké. Kan je nog genieten van een piemel in je kont? Omdat een piemel misschien dan wat klein is. Mensen gaan er gewoon van uit dat ik... om te beginnen ooit van piemels gehouden heb. Terwijl ik ben nooit echt, ik ben nooit fan geweest van gewoon seks. In mijn seksuele ontwikkeling heb ik eigenlijk een heel stuk overgeslagen, namelijk het normale gedeelte, waarbij je gewoon met vrienden experimenteert en dan na een tijd heb je wel eens je eerste keer anale seks en zo. Dat heb ik allemaal niet gedaan. Waarom niet? Omdat je zo snel al ik was rechtstreeks eigenlijk in de fetish gevlogen. Hoe voelt dat dan? Dat je dat stuk hebt gemist? Ja, dat vond ik wel jammer. Maar nu dat ik sinds recent een relatie heb, kan ik dat wel herontdekken eigenlijk. Ja. Dus dat is wel iets goeds. Ja. Ja, deze konden we natuurlijk verwachten als laatste vraag. Wat is het gekste of het leukste wat je ooit in je anus hebt gestopt? Het is nogal flauw. Ik weet eigenlijk niet of ik dat wil vertellen, maar ik wil het eigenlijk wel vertellen. Een computermuis. Echt? Ja. Met draad of zonder? Ja, dus het had een draad, hè? Ja, nou gelukkig. Ja. Anders dan was die weg. Nee, kom niet vast te zitten. Oh, want heb je eigenlijk iets wat nog heel erg op je wishlist staat aan van nou, dat zou ik er ooit nog wel een keer in willen doen? Dus ik zag ooit een filmpje waarin iemand... een 2 liter cola fles. Oeh, ja. Bijna liet verdwijnen. Zo, ja. Ook nog is. Oké. En dan denk ik... Dat ziet er wel interessant uit. Moest ik dat kunnen, dan denk ik... Ja. Chapeau, weet je. Dan zou ik wel heel veel respect hebben voor mezelf. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar ons hele gesprek? Check dan onze podcast. Abonneer je op ons kanaal en like deze video. Zo, dat was hem. Oké. Hou je eigenlijk van de dooier van een ei? Heb je die dan het liefst heel of maak je die kapot?